Ambtenaren komen niet in aanmerking voor de extra 1000 SAD kinderbijslag per huishouden. Dit haalde Angela Salmo, waarnemend directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, gisteren aan tijdens de reguliere persconferentie van de overheid. Volgens Salmo is er enige onduidelijkheid ontstaan over wie wel of niet in aanmerking komt voor de extra kinderbijslag. Deze bijkomstige vergoeding is volgens Salmo alleen bedoeld voor personen die niet via hun werkgever in aanmerking komen voor kinderbijslag. Salmo zegt dat er een verschil is tussen algemene en normale kinderbijslag. Laat me toch weer even ingaan om uit te leggen wat het verschil is tussen algemeen kinderbijslag AKB en kinderbijslag KB. AKB is voor mensen die niet via hun werkgever kinderbijslag ontvangen en zich hebben geregistreerd bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. KB, kinderbijslag, voor ambtenaren die dit jaarlijks kunnen ontvangen. Dit ontvangt men samen met het salaris. Uitsluitend de groep die valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting komt in aanmerking voor 1000 SRD per huishouden. En dit komt uit het COVID-19 noodfonds. Ambtenaren, u komt daarvoor niet in aanmerking. Waarvoor u wel in aanmerking komt, is een verhoogde heffingskorting. In steden van 125 SRD gaat u al 750 SRD zien. Verder haalde Salmo aan dat er ook ondersteuning gevraagd kan worden door werknemers en kleinzelfstandigen. Deze groep bestaat volgens Salmo uit 5 categorieën. Vanwege COVID-19 maatregelen is de persoon ontslagen door zijn werkgever. 2. Vanwege COVID-19 maatregelen heeft de persoon geen of minder werk bij zijn huidige baan. Andere inkomstenproblemen aantoonbaar als gevolg van COVID-19. Vanwege COVID-19 maatregelen is het bedrijf gesloten of gedeeltelijk gesloten. Is de omzet van de onderneming aanzienlijk verminderd. En er is een vijfde groep, ik gaf eraan dat er 4 zijn, maar er zijn 5 onder deze categorie. Andere reguliere vreemde valuta betalingen. Ja, dus er zijn 5 groepen die vallen onder werknemers en kleinzelfstandigen. Angela Salmo, waarnemend directeur van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ze sprak gisteren op de reguliere persconferentie van de overheid rond de COVID-19-pandemie. Ambtenaren komen niet in aanmerking voor de extra 1000 SRD kinderbijslag per huishouden.